We hebben hier een Goldoni 230 met frontladen en een hefmasje. Hij heeft een tweeslinde, volgens mij een Islandse motor, 30 pk. Luchtgekoeld. Ziet er in principe nog prima uit. Het is een kniptrekker, dus hij knikt in het midden om te sturen. Er is 4 wiel aangedreven. Dit is de koppeling, rem, voetgas, square differentieel. Hier heb je nog de hendel van de achtergas. Dit is voor de achter-FDR zo. Hier nog je voor- en achteruit. Je hebt 2 vooruit, dus de hoge en lage vooruit. En je hebt 1 achteruit. En dan heb je hier 1 tot en met 6. Dat geldt alleen voor de vooruit. En de achteruit heeft alleen maar 3 versnellingen. Dat hendeltje daar is voor de vierwielaandrijving. En volgens mij, ja, hier had je nog de handrem. Heeft 1260 uur gedraaid. Olie, drukmeter. Even een keertje rondomheen. Zijn nog goed op de banden. Dat is de achterkas. Deze heeft de 2 dit model. Dit is de rechtsdraaiende, dat is de linksdraaiende. Die is ook dunner. Ik weet niet of je dat goed kan zien op de camera. Dat is van andere soort werktuigen. De cilinders. Kunnen we hem even een keertje starten. Sleuteltje omdraaien. Ik heb het niet vaak meer op andere plekken. Maar dat is gewoon prima.